jongens en meisjes, dat is leuk. Nou kan ik jullie het mooie bord laten zien wat we in de klas hebben. En ik heb samen met Mats een heel leuk werkje voor jullie voorbereid. En dat kan je strakjes thuis gaan doen. Maar we gaan eerst even laten zien hoe het gaat. De grote kinderen weten wel dat er bij de woorden ook woordstukjes horen. En dit zijn allemaal winterdingen met woordstukjes. Zoals ijskristal en slee. Die gaan wij samen doen, want er komen er nog veel meer. Nou Mats, ben je er klaar voor? Ja. Oké, daar gaat hij. En daar gaan we. Ijskristal. En daar gaan we. Slee. Heel goed. En daar gaan we. Skiën. En gaan we schaatsen. Goed zo, keurig in de maat. En dan komen er nog een paar. En dan zijn de bolletjes iets kleiner. En daar gaan we ijspegels. En daar gaan we thermometer. En daar gaan we sneeuw. Wow, allemaal nieuwe woorden ook erbij. En daar gaan we Eskimo. En daar gaan we iglo. En daar gaan we vogelhuisje. Nou hebben wij al die kaartjes al in de kring gelegd. En bij ieder plaatje hebben we een geluidje gezocht dat erbij past. Ga maar eens eventjes met ons mee om te kijken wat hier al allemaal ligt. Allemaal geluidjes die passen bij het instrument. Mats, hoe klinkt de ijspegel? Heel goed. En hoe klinkt thermometer? Fantastisch. Zal ik eens laten horen hoe de slee klinkt? Want die is dichter bij mij. Hoe komt die? Dan kan ik deze kant doen en jij die kant. Laat dan maar eens horen hoe de sneeuw klinkt. De sneeuw. Is heel zacht. Oké. Lieve kinderen, jullie mogen nu zo meteen even het filmpje op pauze zetten. En dan mag je bij de kaartjes, die je misschien al hebt uitgeprint, en anders even vragen of papa en mama dat nog willen doen. Of dan mag je bij alle kaartjes een instrumentje gaan zoeken wat erbij hoort. Hoeft niet hetzelfde als wat wij hier hebben. Kijk maar in huis wat er bij al deze mooie plaatjes hoort. Dan zie ik jullie straks terug. Zet hem maar op pauze.